Hallo allemaal. Ah. Lekker vrolijk weer. Niet. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Let niet op haar. Mijn stem is nog steeds niet helemaal terug, maar wel een beetje beter. Dus geniet ervan. Vandaag is de eerste dag sinds dat Sunne geboren is, dat we de hele dag niks hebben. Maar ik ga zo even de auto opruimen en dan gaan we zo meteen naar mijn ouders, want dan gaan we op hun oprit gaan we de auto stofzuigen. Het regent, dus ik ga nu niet de auto doen. Zo, mijn stem gaat echt heel veel en nergens heen. Maar ik wil jullie wat laten zien. Kijk. Wij hebben dit gekregen van een vriend van Samuel, Edinho. Ik kan je dit echt aanraden. Als je een cadeautje moet kopen voor iemand of gewoon voor leuk of zo, koop dit, want het is echt super leuk. Het is dus de Brownie Box. Deze, dit is trouwens niet gesponsord of zo, hè, want dat hebben wij nog niet. Want wij zijn nog niet zo groot. Maar er zat een heel lief kaartje bij van Edinho. En dan zitten er dus twee soorten brownies in. En wij hebben dan Twix en Double Chocolate. De Twix heb ik al op, dus die kan ik jullie niet meer laten zien. Maar deze wel. De Double Chocolate. Kijk dan. Het is gewoon drie brownies per ding zitten erin. Zeg maar drie brownies per smaak. Dus in totaal zes verschillende brownies. Het was echt super lekker. Ik ga nu deze laatste helft opeten, want ik ga los. Voordat ik de auto ga doen, ga ik eerst nog eventjes de Never Ending flesjes afwassen. Dus geniet van deze geweldige compilatie van flesjes afwassen en auto opruimen. Maar eerst ga ik genieten van deze brownie. Bedankt jullie. Ik zal voor jullie even een before en after maken van deze troep. En geniet van de compilatie. De auto is klaar. Ik laat jullie nu even de before en after zien. Maar judge ons niet voor de before. Want dat is echt heel erg. Maar het is nu weer goed. Mijn haar is echt erg. Dan. Kijk dan. Gaat mee. Valt mee. Felix zegt eten van Sam. Finn ligt in bed.
wakker te zijn. Dus die gaat zo huilen. Maar ik laat even snel zien dat wij altijd van de Chinees halen. En dit is dan voor ongeveer 2 dagen. Samen is met vinden, dus die hoef ik even niet te horen. Wat we hebben is van Happy Garden in Wierden. De afvalmenu voor 3 personen. Dus het is voor jong haaien. Oh, saté stokjes. Bami. Bami pangai. Kuluyuk. Is dit kuluyuk? Ik weet niet, dit is het lekkerste. Het zijn balletjes, super lekker. En dan natuurlijk nasi. Dus dat is voor ongeveer 2 dagen. Oh ja, en lumpia's. En natuurlijk sambal bij. Ik was nu ook al aan het kijken, maar we gaan, denk ik, Ice Age kijken. Want we zijn in een soort van Ice Age marathon. En we zijn al bij Ice Age 3. En we willen graag die van Bug in het Wild of zo zien. Maar eerst Ice Age 3 afzien en dan Ice Age 4 en dan pas die. Dus, oké, wij gaan lekker eten. Vandaag zijn we met Vinden in het ziekenhuis geweest. En ging wel goed. Niks om je zorgen over te maken. Maar wij hebben wel altijd wat, zoals jullie weten. En nu is het zo dat wij in 1 keer zagen dat er allemaal water op de grond lag achter de wasmachine. Kijk eens hier. Daar op de grond. Wacht, je ziet echt helemaal niks hier. Hier op de grond is het helemaal nat. En die bak zit helemaal vol met water. Bleek dus dat hier zo, buis A, helemaal daar, hier zo, hier, lekte buis A. Nu is dat dus uit. En met uit bedoel ik, we hebben geen warm water meer. Heerlijk. En natuurlijk niet even 1 dagje, want ze moeten wel bestellen, bla bla bla. Dus we hebben pas over 2 dagen warm water. I'm going crazy. Een beetje lastig, want jullie weten. De microfoon is wel eens uitgeschakeld. Ik schrok echt heel erg. Ik ben alleen thuis. Maar dat was even de Google Chromecast. Oké, ik ben in Zwolle. En ik loop lucht in. Het stadhuis vandaag is natuurlijk onze politicus. Daar gaan we hem ontmoeten. Hartstikke leuk. En ik word nu uitgelachen omdat ik aan het vloggen ben. Dus, lit. We hebben dus geen warm water, terwijl mijn favoriete bezigheid flesjes afwassen en douchen nog steeds doorgaan. Maar dat kan dus nu even niet. Dus nou ja, het is een beetje deprimerend. Maar woensdag ga ik weer douchen. Yay. Ik heb een soort stresspukkels overal ontwikkeld, omdat ik gewoon zo gestrest ben. Maar goed. Het is hier nu ook best wel koud. Met Finn gaat het helemaal goed. Hij is moe van zijn dag in het ziekenhuis. Hij ligt lekker te chillen in zijn bedje. Ik ga denk ik even brownies maken. Nee. Of ik ga helemaal niks. Ik ben nu aan het wachten voor het gemeentehuis. Hier achter mij. Want daar komt onze grote politicus straks uit. En we gaan even lekker ergens. Wat denk ik, ik weet niet waar. Ik vind Zwolle wel een hele mooie stad, moet ik zeggen. Dus ja, ik zit hier nu. Ik denk dat mensen me een beetje eng vinden dat ik hier zo zit. Ik krijg niet veel. Ga uit. Zal ik brownies maken? Nee. We hebben dus de commode gekocht. Alleen die moet ook nog in elkaar. In de vorige week vlog kon je zien dat we hem gehaald hebben. Maar ik heb er nog geen zin in gehad. Nou, ik ga even dek chillen dan maar. Want ik heb eigenlijk ook geen zin om brownies te maken. Misschien ook wel. Dan heb ik wel weer wat te eten. Dat is echt erg. Als er in de titel van deze video niet brownie staat, dan hou ik mezelf voor de gek. Oké, ik ga brownies maken. Gegeten bij Zeglies, de nieuwe versie. En het was hartstikke gezellig. En ik kan niet vloggen, het moet van Marieke. Moet je nog een lampje hebben? Dit is Dominique. Hij zat in de Sinterklaas vlog, heel lang terug. Nou goed, dit was de Zwolle. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb dus deze brownie mix van de Jumbo. 50 gram boter of margarine, heb ik dat? Ja!
En of ik dat heb. Ik moet elke keer nog wennen dat alles op een andere plek ligt. Nu we de kast hebben opgeruimd. Het is dus helemaal niet leuk om je baby naar het ziekenhuis te brengen. Dit is een glazen bol, dus ik weet helemaal niet of dat wel handig is. Ach ja. Het is best wel een heftige, hectische dag. Ik ga jullie niet meer vervelen. Ik ga brownies maken. Ik ga weer afwassen. Het is 7:30. Samen moet om 7:45 uit bed. Dus dan heb ik vinnen. En als je alleen maar koud water hebt, dan is het ook echt koud water. De monteur is geweest. Dus we hebben weer warm water. Woehoe. Felix, wil je even hoi zeggen? Ja. Goed, in ieder geval. We hebben weer warm water. Woehoe. Dat betekent dat ik weer flesjes kan afwassen. Ik ga nu pannenkoeken maken en ik zie jullie zo. Nou, ik ging dus super enthousiast die pannenkoeken maken. Terwijl Samuel Finnen naar bed aan het brengen was. Maar Finnen wou niet slapen. Dus ik had pannenkoeken van Samuel gemaakt. Toen ging ik Finnen naar bed brengen. Heeft Samuel de pannenkoeken opgegeten en toen moest Samuel weg. Dus toen, iets van een uur later of zo, toen kon ik ook eten. Nu ligt Finnen lekker in bed. Het is sinds deze week nieuw dat hij eigenlijk gewoon 's avonds in bed ligt. Nou ja, vandaag was het dus dan even iets moeilijker om hem in bed te krijgen. Maar hij sliep om 7:45 of zo. En nu is het 8:45 bijna. Dus dat is super chill. Oh ja, jullie willen vast nog weten hoe het op mijn werk was voor het eerst. Dit is niet het geweldigste shot om het te vertellen, maar nou en. Op mijn werk was het heel leuk. Ik moest vooral meekijken en helpen met retouren. En ik zou dus die vrijdag daarna ook weer werken. Maar dat is dus niet doorgegaan, want toen was ik ziek. Toen moest ik me ziek melden. Dat vond ik echt heel erg. Ik hoop niet dat ze me nou stom vinden. Maar ik vond het echt niet leuk dat ik me per se moest afmelden voor die vrijdag. Maar ik kon gewoon echt niet praten. Het was echt verschrikkelijk. Het pakket is binnen. Mama, ben je benieuwd? Wat zit erin? Ready to be amazed. Nou, tel maar. Oh, wat verzachter. Yeah. Om niet te overdrijven. Want je was wel heel zacht, hè? Dan nog een sunscreen voor baby's. En dan nog een badolie voor Finnen. Een Swiffer. Yes, Swiffer. En deze, een aandrijviger spray. Wie is dat? Wie zie jij? Wie zie jij? Ja. Dat ben je zelf, hè? Finnen vindt het helemaal leuk in het draagdoek, vooral als hij zichzelf kan zien. Ik heb dus al hier een beetje lasagnetten gemaakt. En nu gaan wij even kijken of we jouw fotoboek verder kunnen maken. Goed plan, hè? Goed. Zo. Ik weet niet of iemand hier een makkelijke methode voor heeft, maar hoe krijg je een kind makkelijk uit die draagzak zonder dat het lijkt alsof hij naar beneden valt. Goed, jij mag lekker even in de stoel. Ja, zie je Felix? Knappe Felix, hè? Kom. Niets doen. Hi, schatje, hallo. Moet jij nog lachen? Wat is er? Jij gaat me aanvallen, hè? Ja, jij valt me aan. Ik voel het al. Nee. Ik ga even kijken of ik Finnen kan laten lachen. Hi. Hi. Kan je nog lachen? Kan je nog lachen? Ja. Zometeen komt Samuel dus thuis. En dan kunnen jullie misschien wel even zien hoe uitbundig Finnen naar Samuel lacht. Samuel is echt zijn favoriete persoon. Ja, papa is jouw lievelingspersoon. Doet. Hi. Hallo. Toch nog lachen. Ja. Yes. Hi, Finnen. Hi. Kun je lachen? Kun je lachen? Hi.
gelukkig werkte het. Kun jij lachen, Felix? Jij bent echt zijn lievelingspersoon, geloof ik. Dat is gek. Dat is, kijk, ik ben iemand die zich wel uit kan spreken van, goh, wat doet hij nou vervelend? Goh, stom kind, ga even slapen. Als, dat kan ik echt zeggen, als ik echt heel moe ben. Is natuurlijk geen stom kind, maar de frustratie loopt dan heel hoog als je weet dat je de volgende dag een deadline hebt, bijvoorbeeld. Maar ik vind jij echt geen stom kind. Koekiedijn. Maar lacht hij echt naar niemand zo? Naar jou toch wel? Nee, niet zo heftig. Ik moet echt heel hard mijn best ervoor doen. Jij hoeft echt weinig te doen ervoor. Hallo! Hi! Hallo! Ik ben aan het teruglopen van mijn werk en het was leuk. Maar ik ga nu naar huis. Volgens mij heb ik opgehaald door mama. Dus dat is chill, want dan hoef ik niet het hele stuk naar huis te lopen. Want mijn fietssleutel was kwijt. Dus mijn fiets staat daar nu nog en ik loop nu. Maar goed, het ging goed vandaag. Tweede werkdag dus. En ik heb heel veel zin om daar gewoon te werken. Vandaag hebben wij een hele interessante unboxing van de CNA. Want Samuel die dacht dat het leuk was om zonder mij kleren te bestellen met iemand uit de klas. Met Jara. Wel bedankt Jara, want ik ben wel benieuwd. Deze heb je al. Deze heb je. Dat was ook de bedoeling dat het dezelfde was. Het is vervanging van. Oh. En deze heb ik ook al. Dezelfde? Oh, ja. Ze zijn net iets anders. Zie je? Dit is een donkere en dit is wit. Wauw. Ja. Is die niet iets te klein? Nee. Nee. Volgens mij moet die één maatje. Nee. Vind je het mooi? Nee. Sorry. Ja, ik vind hem. Ja, ik lijk wel een beetje of je bij de scouting bent. Nee hoor. Vind je deze mooi, eerlijk zijn? Ja, ik vind ze allebei leuk. Deze is leuk in de zomer als je de zon schijnt. Dan denk je, wauw. Nu is het een beetje een soort opa shirt tijdens het vissen. Ja. Maar ik vind hem wel mooi. Wel hallo. Hoi. Mooi. Bedankt voor het kijken naar deze video. Samuel. Ik doe de olifant. Oh nee. Samuel is helemaal wild. Niemand weet waarom. Hoe doet het? Goed, dan spreken jullie snel. Bedankt voor het kijken naar deze video. Mag ik extra? Nee, liever niet. Kom op, Sam. Kun je die snel afspelen? Nee, dat kan ik niet. Bye!